Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. En dan is hij binnen. Hij is binnen. Veerman. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV, waarin we uiteindelijk toch kunnen nagenieten van dat duel. We hebben het over Heracles uit, de aankomende wedstrijd. De jeugdacademie van FC Utrecht komt aan bod. Kortom, een bomvolle uitzending met vandaag als gast Rudy Jansen. De man die in het verleden als actieve speler uitkwam voor Heracles Almelo en Cambuur, onder andere die twee clubs. En onlangs, vanuit zijn hoofdtrainerschap van FC Utrecht onder de 18, de switch maakte naar de hoofdscouting van de academie. En Rudy, dat is toch wel een soort van verrassende switch voor mij, of niet voor jou? Voor jou en voor de buitenwacht waarschijnlijk wel. Voor mij niet. Het is natuurlijk aan de voorkant wel goed besproken over wat die rol en functie inhoudt. En ik heb daarover na moeten denken. Specialisten bijgehaald en uiteindelijk besloten om die functie te gaan doen. Omdat ik denk dat het goed bij me past. En ik vaar mee op de ideeën van de club. Dus ik zie daar een hele mooie uitdaging voor mezelf. Ja, ga je het zelf op het veld staan niet onwijs missen? Want daar zal toch al wat in gaan veranderen. Nou ja, dat is het mooie van deze functie. Maar mijn job is hoofd jeugdscout. Ja, maar daarnaast ben ik ook nog betrokken bij een stukje voetbalontwikkeling, zowel op de club zelf als daarbuiten. Dat betekent dat ik ook nog steeds verantwoordelijk ben voor de mastergroep, de toptalenten van de bovenbouw, die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. En positielinietraining, wat we op maandag bij de 17-18 doen en op dinsdag bij de 15-16. Dus ik blijf wel degelijk affiniteit met het veld houden, omdat daar natuurlijk ook wel een stukje ambitie van mezelf ligt. Ja, en nog genoeg tijd over om naar het eerste te kijken, zoals zaterdag? Ja, goed, je kan tegenwoordig heel veel op tv zien. Dus ik heb wel een gedeelte gezien, ja. Rudy, we gaan gewoon even nagenieten van dat duel. Want na een kwartier speeltijd leek het voor FC Utrecht uit te gaan lopen op een heel groot fiasco. Maar het eindresultaat was des te fraaier. Het is een van de meest bijzondere frommeldoelpunten. Ik denk dat Schouten de man is die uiteindelijk de bal als laatste de tik geeft. Bij de eerste paal. En is hij weer binnen. Ja, het is 2-0 voor Cambuur. En weer Erik Schouten. Na een minuut of 20 dacht ik, dat had ik wel anders voorgesteld. Gaat hij nu al komen? Dat is vroeg. Verdediger eruit, aanvaller erin. Van dichtbij Haak. Timber bemoeide zich ermee. En nu is het toch weer de spits die dat doet. Gaat het de schade helemaal repareren voor rust al? Ja, dat gaat het doen. Ja, dat is heel bizar. Maar ja, het is eigenlijk, in de kleedkamer zijn we net ook van. Het is eigenlijk 70 minuten alles of niks geweest. Nog een keer Gustafsson. Bal nu laag, Doefikas. En dan is hij binnen. Hij is binnen. Veerman. Het is natuurlijk een vreugde-explosie. En daar ben je enorm trots op. Veerman kwam, zag, rommelde mee en scoorde mee. Een krankzinnig duel in stadion Galgenwaard met een Henk Veerman die toch wel in het middelpunt van de feestvreugde stond. Dat begon eigenlijk al toen hij warm liep. Nou, was na 90 minuten logischerwijs niet anders. Maar een man waar we misschien wel aan voorbij gaan is Javencio van der Kust. De man die zo'n 10 jaar rondloopt bij FC Utrecht. En afgelopen zaterdag zomaar in de basis stond. Want Rudy, je hebt het meegekregen. Warmerdam valt geblesseerd uit. Arthur Zagré niet bij de selectie. En dan moet die jongen er zomaar staan. Ja goed, dat hij er één gelijk staat. Het is nogal wat als een jeugdige speler zo deze wedstrijd spelen. En volgens mij heeft hij het prima ingevuld, naar mijn mening. Dus knap. Wat is de visie van de academie van FC Utrecht? Wat er uiteindelijk moet leiden in, zoals Javencio's die uiteindelijk doorstromen naar het eerste elftal? Ja, maar goed, daar staat de club voor. Hè. We willen zelf opgeleide spelers in het eerste elftal hebben. Nou hebben we natuurlijk ook jonge FC Utrecht, wat ook op het taartvoetbal is. Dus dat is ons eerste prestatieteam als het gaat om spelers tentoonspreiding in de keukenkampioendivisie. Maar wij willen het liefst natuurlijk zelf opgeleide spelers uit onze regio. Waarmee het publiek zich kan identificeren, willen we natuurlijk hier hebben. Ja. En dat is uiteindelijk het doel. Van de scouting is het zo dat we natuurlijk ieder talent in onze regio, dat we dat in kaart willen brengen. En daar ligt ook voor ons denk ik scoutsapparaat een hele grote uitdaging. Ja, en als je het hebt over zo'n soort van visie waar de club mee werkt, dan heb je, hoor ik mensen altijd spreken over pijlers. Wat zijn de pijlers van FC Utrecht, Rudy? Nou, de drie pijlers met betrekking tot visie op scouten is één dat we zichtbaar zijn, benaderbaar zijn en dominantie uitstralen in de regio. En zichtbaar wil zeggen dat we op de clubs zichtbaar zijn door middel van de partnerclubs en dat we daar themabijeenkomsten geven, webinars. Dat we de coaches van die amateurverenigingen opleiden zodat we betere spelers in de regio ontwikkelen.
Ja, als het gaat om benaderbaar. Hè, dat we goed relatiebeheer opbouwen met die partnerclubs. Ja, want als we dat doen, dan krijg je een stukje gunfactor. En zullen ze uiteindelijk ook die toptalenten aan ons binden. Ja, en een stukje dominantie wil zeggen dat we ook toonaangevend willen zijn in onze manier van scouten. Ja, en dat wij sneller en adequater spelers in beeld hebben. Ja, en niet dat we achter de horde aanlopen van andere BVO's. Dus we moeten daarin kortere lijntjes hebben met onze achterban, met onze tipgevers, met onze scouts. Zodat zeg maar, de talenten in onze regio ja, ook daadwerkelijk in onze academie komen te spelen. En dat zijn voor ons de drie pijlers als het gaat om visie op scouten. Jong FC Utrecht, dat is het team die we toch wel kunnen zien als het staartje van de jeugdacademie van FC Utrecht. En de mannen van hoofdtrainer Darije Kanis, hier zitten namelijk het afgelopen maandag op sportcomplex Zoudenbach op tegen Helmond Sport. Dan hebben we het dus over een duel in de kelder van de keukenkampioen-divisie, namelijk de nummer 17 tegen de nummer 19. FC Utrecht wint met 3-2 van Helmond Sport, een doelpuntrijke wedstrijd. En dat is voor beide ploegen wel eens anders geweest. Ja, geweldig. Echt heerlijk gevoetbald. Iedereen die genoot vandaag extra van. En het was eigenlijk een heerlijke wedstrijd ook om te voetballen. Veel kansen, veel dreiging. Met veel lef gespeeld en niet achteruit gedeinst. Dus het is wel goed. Zonder hoofdtrainer Darije Kalesic, die ziek thuis zit, maar met Rick Kruis op de bank, wint Jong FC Utrecht met 3-2 van Helmond Sport. In de punt van de aanval staat de 18-jarige Mees Rijks. Sinds 2015 zit hij bij de jeugdacademie van FC Utrecht. En in vrijwel alle wedstrijden dit seizoen krijgt hij voorin de kans. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik de eerste seizoen zelf zoveel zou spelen of zoveel zou invallen. En eigenlijk nu ook. Ik speel eigenlijk mega veel, dus eigenlijk wel verbaasd. Maar als je toch per week kijkt of zo, dan je wil elke wedstrijd spelen. Dus eigenlijk ben je ook weer niet verbaasd. Maar als je dan zo terugkijkt, dan ben ik eigenlijk wel verbaasd dat ik zoveel heb gespeeld, eerlijk gezegd. Ja. Ploeggenoot Mohamed Malahi verbaast het in ieder geval niet. Hij ziet het hele jaar al dat Rijks veel potentie heeft. Ja, ik denk dat hij gewoon een balvaste spits is. Maar hij kan ook op 10 spelen. Dus hij is allround. En voor de goal gewoon heel scherp, zoals je vandaag ook hebt gezien. En dat is hoe hij oogt. En vooral als buitenspeler is het ook gewoon lekker om mee te spelen. Want als je de bal voorgeeft, dan is hij er meestal wel. Dat hebben we gezien, hè? Ja, toevallig ook vandaag. Ikeshita en daar is bijna de goal van Remco Balk. Uiteindelijk valt het doelpunt toch op aangeven van Balk door Mees Rijks. Klopt, ik dacht eerlijk gezegd dat de kopbal in eerste instantie al erin ging. Alleen toen hield de keeper hem toch nog prachtiger uit en toen kwam hij terug. En ik zag al dat Remco die gaf hem terug, dat hij hem eigenlijk al terug zou geven en dat hij me zag staan. Dus toen wist ik al gelijk van hoe laat het was. En toen dacht ik, nu is het een goal. Ja, en tot slot ook lekker dat die wedstrijd wordt gewonnen met 3-2. Ja, dat was wel echt de kerst op de taart. Dat we hem toch nog wonnen. Rijks is vrijwel de hele wedstrijd zeer actief en veel in de 16 te vinden. Buiten het veld is hij wat meer bescheiden. Rustige jongen, niets bijzonders. Veel bezig met mijn sport. Ik hou ervan om leuke dingen te doen met de mensen waar ik van hou. Alleen voor de rest is mijn leven vooral voetbal. En ben je daar eigenlijk 24/7 mee bezig? Meestal glimlach op zijn gezicht. Houdt wel gewoon van babbelen. En ik kan wel met iedereen opschieten. Dus ik denk dat het wel is hoe die buiten het veld een beetje erin zit. Ja, klinkt als een ideale jongen voor de groep eigenlijk. Ja, ideale schoonzoon-achtig. En zie je ook al aan zijn kast. Meest stapgozer. Steeds eigenlijk stappen gemaakt en het is echt een prachtige club om voor te voetballen. En we maken samen stappen als club en als spelers. Van Jong FC Utrecht is het tijd voor het eerste elftal, want het is aankomende vrijdag. Heracles Almelo tegen FC Utrecht. Heracles Almelo, de club waar Rudy ooit zijn eerste minuten als profvoetballer beleefde. Maar waarom eigenlijk niet bij FC Utrecht, Rudy? Want je hebt er wel in de jeugd gespeeld. Nou ja, onder Spelbos kwam ik bij het eerste. Dat werd over seizoen 97-98. Ik had net een zware blessure opgelopen in de voorbereiding van dat seizoen. Tegen SSC Putten op 4 augustus 97 schudde ik mijn mediale enkelband. Hij weet het nog, ja, het is logisch. Ja, het is een trauma, ja. Een trauma geweest. Dat heeft me gewoon een half jaar gekost. Op het moment dat ik terugkwam hadden andere jongens hun debuut ook gemaakt. Ronde de Bosgaards en Van der Rey en Dennis Scharrenburg. Ik had een 2-jaar contract en het tweede jaar onder leiding van Mark Wotten was het beter om me uit te lenen.
En toen kwam Heracles Almelo om de hoek in september 98. En ik ben daar blijven hangen. Ik heb daar 10 wedstrijden gespeeld. En onder toenmalig voorzitter Jan Smit wilde me heel snel en graag binden aan die club. Dus toen heb ik voor 3 jaar gekozen. Ja. En zo is mijn carrière eigenlijk binnen Heracles ontstaan. Ja, het is mooi om te zien dat je twee shirts hebt meegenomen. Eentje van Heracles Almelo, eentje van FC Utrecht. Nou, neem ons maar mee. Te beginnen denk ik bij deze, hè? Bij die van Utrecht. Ja, dat is misschien wel het mooiste. Ik kwam in half jaren 90 kwam ik in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Toen de tijd hadden alleen nog maar B1 en A1. B1 trainer Tondu Chantier. En dit is het allereerste shirt wat ik dus droeg in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Ja, dus, er zit natuurlijk wel een stukje herinnering aan vast natuurlijk. Dus dat, die wilde ik jullie niet onthouden. Ja, fantastisch dat je die hebt meegenomen. Ja. En nog eentje van Heracles. Ja, ik ga al terug naar die glorietijden van begin deze eeuw, denk ik, hè? Ja, nou ja, de opmars van een nieuw stadion, Polman. Onderin eerste divisie. Nieuw stadion, Polman stadion. Nieuwe trainer, Gert-Jan Verbeek. Die ons goed wist te kneden tot één geheel, zeg maar, in die periode. En uiteindelijk met Peter Bos kampioen geworden in de eerste divisie. En vanaf dat moment is Heracles in de eredivisie gebleven. Dus fantastisch om mooi om mee te maken. En wat me wel opvalt is dat die shirts van tegenwoordig wat getailleerder zijn dan de shirtjes die wij in onze tijd hadden. Dus dat... Ze waren niet zo slim fit. Ze waren niet slim fit, nee, inderdaad. Nee, maar een fantastische periode bij Heracles. Hele fijne club. Je hebt natuurlijk een mooie carrière als voetballer gehad. Onder andere bij Heracles en zoals eerder benoemd Cambuur. Waarin merk je dat voordelen heeft in je huidige rol? Nou, dat is een goede vraag. Ik heb heel veel blessures meegemaakt en iedere keer weer teruggekomen. En ik was niet zo talentvol. Dus als we kijken naar technische vaardigheden, stond ik niet aan de voorkant van de wieg. Daar ben ik niet mee geboren, maar ik ben geboren met een bepaalde andere aanleg. En dat is doortrainingsvermogen en volhardendheid. En dat probeer je uiteindelijk mee te geven naar de spelers in je eigen opleiding. En dat zou ik ook willen meegeven in de spelers die we uiteindelijk straks weer binnen gaan halen vanuit de scouting. Dat een bepaald gedrag invloed kan hebben in je ontwikkeling om het betaald voetbal te gaan halen. We gaan voorbeschouwen op het duel van aankomende vrijdag. Want Utrecht hoopt naar de overwinningen bij Sparta en ook die hier in het stadion Galgenwaard tegen Cambuur. Natuurlijk een 3 op een rij scoren te behalen. Dan moet er gewonnen worden in Almelo. En we gaan voorbeschouwen op dat duel. En dat doen we zoals altijd op het FC Utrecht Topsportcentrum in Overvecht. Tegen Cambuur boog FC Utrecht een 0-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. Dat gebeurde na een tactische omzetting. Je gaat achterin 1-op-1 spelen. Op het middenveld sta je er ook 1-op-1. En dat mag je eigenlijk niet verzaken. En het was een beetje pompen naar voren een beetje. En daar de strijd winnen. En dat hebben we goed gedaan. Tasos Duvikas scoorde 2 keer. Waardoor hij nu met 7 goals clubtopscorer is van FC Utrecht. Ja, yeah, of course it's very important. Because I think... it gives also psychology to the other players. That they believe in me, that... You know that I can score. And yeah, it's very good also for me. Adam Maher speelde namens FC Utrecht tot nu toe de meeste minuten in dit eredivisie seizoen. Maar wie staat er tweede in dat lijstje? Second. Maybe it's me. Yes. Yeah. Yeah. Did you expect that when you come here in the summer that you now played so much? Yeah, I have confidence in myself. And also I'm good physically, so yeah, in the previous year, I think in my previous team, I didn't play for like 10 minutes, something like in all of the games in the Super League, so yeah. Net als Duvikas speelt ook Timber sinds de zomer voor FC Utrecht. De middenvelder miste pas 2 wedstrijden en is tevreden over zijn ontwikkeling. Ja, weet je wat het is, als je gewoon wedstrijden gaat spelen, vooral bij een team als Utrecht, dan word je vanzelf ook beter. Hoe het slimmer, je gaat dingen leren van oudere jongens. En dat merk je gewoon en dat wil ik blijven doen. Dat kan in ieder geval vrijdag. Dan neemt FC Utrecht het in Almelo op tegen Heracles, de nummer 15 van de competitie. I think they're a good team, compact team, strong team. And physically I remember they are good. But I think if we give everything and be focused in the game, I think... We can take the 3 points and keep going. Maar iedereen weet wel dat Heracles uit een lastige wedstrijd is. Dat is wel vaker gebleken. Dus we moeten volle 100% daar naartoe gaan. Ja, in het verleden doet Utrecht het vaak daar of heel goed of heel slecht. Ja, dat heb ik al eerder gehoord, ja. Dus vrijdag moet het heel goed zijn. Heracles tegen FC Utrecht en weet FC Utrecht te winnen in Almelo, dan lijkt het toch de aansluiting met de subtop definitief te hebben gevonden. Het is tijd voor een voorspelling. Vinden we altijd leuk als een gast dat even doet, dus Rudy? Nou, lijkt me duidelijk dat bij winst je de top 5 weer in zicht hebt.
Dus ik ga uit van een 1-3 overwinning. Ja. Dank voor je komst. Graag gedaan. En alle succes in die nieuwe rol. Dankjewel, Corné. En mocht er een keer een leuk talent zijn waarvan je denkt, dat verhaal moet je even uitlichten. Dan kom ik bij jou. Polen, okay? Prima, ik zal er zijn. Dank voor je komst. En tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV, waarin we dus lekker hebben nagenoten van die overwinning op Cambuur. En ook zeker hebben vooruitgeblikt op de wedstrijd van aankomende vrijdag bij Heracles Almelo. Dank voor het kijken. Heel graag tot volgende week, want dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender.